En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop It's Ultrax, de enige echte. Nou, ik heb vandaag geklust. Ik heb deze vlog zal morgen pas online komen, maar het is, voor mij is het vrijdagavond. Ik ben lekker aan het klussen geweest vandaag. Ik heb vandaag met Ricardo heb ik de tuin van de buurman gedaan. Ze is echt prachtig geworden. Ik heb er flink, of nou, wij hebben flink ons best gedaan. En we zijn lekker bezig geweest. Oh, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, anders krijg je weer 6 uur van YouTube, hè. Nee, we zijn flink aan het werk geweest. En dit is het beeld. Dit is hoe het geworden is. Heel mooi geworden. Het is echt netjes geworden. Ik ben er echt best wel trots op. En ik heb dat samen met Ricardo gedaan. En ja, ik ben wel hartstikke tevreden erover. We zijn lekker, hebben het tuintje lekker opgeknapt. Het is mooi geworden. Mijn buurman die is op vakantie. Dus ik heb eventjes foto's doorgemaild. Ik heb nog een paar foto's. Die zal ik nu achteraan plakken. En ja, zo is het dus geworden. Het is echt een prachtig tuintje geworden. En, hij was er in ieder geval heel erg blij mee. Jeroen, ik hoop dat je er veel plezier van hebt. En hou het nou een keer bij, hè. Dus vandaag. Nou, ja, lekker aan het klussen geweest. Dus ik ben best wel moe. Ik heb deze batterij opgeladen. Die moet ik nu dus weer opladen, want ik ben nu alweer een nieuwe vlog aan het opnemen. Maar ik ben de batterij aan het opladen, want morgen is het zover. Morgen ga ik naar de Efteling. Daar ga ik eindelijk mijn abonnement op halen. Ik ben echt ontzettend blij dat morgen eindelijk de grote dag is. Dat ik lekker mijn Efteling abonnementje ga halen. En dan zien jullie mij heel vaak in de Efteling. Dat is beloofd. Kom ook nog een... ik heb op Twitter een berichtje gezet. Kom binnenkort nog een mededelingenvideo, wat het is, ga ik jullie nog laten weten. Ik weet wel wat er al komt, maar dat ga ik nog even een aparte vlog, ga ik dat van de week even plaatsen. Dat krijgen jullie nog te horen, hoe en wat verder allemaal. Nou, ik ben in ieder geval dus lekker vandaag druk bezig geweest. Ik ga dadelijk even lekker een douche pakken, ik ben echt helemaal kapot. Dus ik ga dadelijk nog even lekker onder de douche een beetje op te frissen. En dan ga ik vroeg slapen, 8:30. Dan komen de jongens naar mij toe. En dan gaan we om 9:15 gaan we vertrekken. We gaan naar carpoolen. Morgen rijdt Kevin. En dan de andere keer dan rijd ik weer. En dan rijdt Kevin weer. Dus we gaan een beetje carpoolen. Zo houden we ook een beetje de benzinekosten. Houden we een beetje laag. En ja, dus gewoon een stuk beter. Een beetje carpoolen. Ja, je hoeft met 3 mensen hoeven niet in 2 auto's te rijden. Dat is echt belachelijk. Ik heb ook nog wel even lekker een rummetje genomen. Ga ik misschien dadelijk ook nog wel even doen. Even lekker een rummetje nemen. Slaap ik lekker. En ga scherp stellen. Scherp, juist. En ja, even een rummetje nemen en dan lekker onder de douche dadelijk. En dan ben ik lekker, lekker weer gewassen. En dan ga ik lekker eventjes, ja, ga ik even lekker een tukje doen. Want morgen is het weer vroeg dag. Even mijn slaap inhalen. Ik ben best wel moe. Hard gewerkt. Samen met Ricardo. Dus vandaag. Ja, morgen is de grote dag. Ik heb er echt heel veel zin in. Eindelijk is het zover. Ik ben nou de batterijen allemaal aan het opladen. En dan... kan ik morgen dus ook weer gaan vloggen. Want ik neem natuurlijk de camera mee. Voor op te nemen natuurlijk. Want ik ga natuurlijk weer een vlog maken van mijn Efteling avontuur. En dus er dus binnenkort heel veel Efteling vlogs aankomen. Wat natuurlijk alleen maar goed en tof is. Dus dat gaat allemaal wel goed komen.
Ja, ik heb niet verder echt veel meer te melden. Een drukke dag gehad, een lange dag gehad. Bosmaaier gehuurd. We hebben dan zo'n verhuurbedrijf hebben wij in Spijkenisse, Martinique. Daar hebben we een bosmaaier gehuurd. Nou, toen was de bosmaaier, waar we met de bosmaaier was ik bezig. En na 10 minuten was de bosmaaier vastgelopen. Dus kon ik weer terug, moesten ze hem weer repareren. Heb ik hem weer mee meegenomen. Nou moest ik hem natuurlijk weer terugbrengen. Dus ik ben een paar keer ook op en neer heb ik moeten rijden. Maar ja, het resultaat, jongens, het resultaat is er wel, hè. Het resultaat is netjes geworden. Dus ik ben alleen maar vol lof. En ja, ik ben wel ontzettend blij. Dus het gaat allemaal de goede kant op komen. Mijn buurman was ook blij. En als hij gelukkig is, ben ik ook gelukkig. En super. Nou, dat was even deze vlog eventjes. Ja, het was even een hele korte vlog. Even kijken hoeveel minuten ben ik nou aan het vloggen. 6 minuutjes. Ja, het is even een hele korte vlog. Maar ik ga hem hier aan deze kant ga ik hem afsluiten, jongens. Ik ben het zat. Ik ga deze video editen. Die andere vlog die jullie gisteren gezien hebben. Die ga ik eventjes uploaden. En dan ga ik deze video editen. En ga ik even lekker onder de douche. Want ik ben het helemaal zat. Ik ben helemaal kapot. Ik ben helemaal gesloopt. Dus de video die jullie gisteren gezien hebben. Die staat momenteel te renderen. Die staat op 86%. Ja jongens, ik weet het. Ik gebruik nog steeds Movie Maker gebruik ik nog steeds. Ik vind het gewoon, ja, ik vind het gewoon een makkelijk programma. Ik vind het gewoon het beste programma om mee te editen momenteel. Zit er wel geen en grote functies op. Maar ja, gewoon voor een gewone normale vlog, gewoon een random vlog. Vind ik het gewoon, ja, ik vind het gewoon het beste editprogramma wat er is. Het is gewoon heel simpel, heel makkelijk. Zit er geen extra rare functies op. Ja, je kan wel een paar visuele effecten eraan toevoegen. Maar ja, het is gewoon simpel, maar ook gewoon heel makkelijk. En je hebt ook zo een vlog in elkaar gezet. Je hoeft niet urenlang te wachten op renderen en zo. Hij is best wel snel klaar. En het uploaden gaat ook best wel snel. Ik heb best wel goed internet. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. Nou, ik zou zeggen, in ieder geval jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En kijk eventjes bij op het belletje drukken naar de functies. Want YouTube, ik had het al in een andere vlog ook al gezegd, YouTube heeft bij het belletje extra functies gemaakt. Dus klik gewoon alles aan dat je gewoon op de hoogte gehouden wordt als er weer een nieuwe video of livestream is. Nou, jullie horen het. Ik hoor het belletje. Mijn video is inmiddels klaar. Dus ik ga hem neerleggen. Jongens, de groetjes allemaal van deze kant. En ja, morgen lekker naar de Efteling. Ik heb er reuze zin in. En die vlog die kunnen jullie ook zeer snel kunnen jullie die zien. Groetjes allemaal jongens en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.